Beste leerlingen, ik wil je leren hoe je berekeningen uitvoert met dichtheid. Het is een onderdeel van, uh, van het hoofdstuk. Dichtheid is de massa in kilogram standaard van 1 kubieke meter van een stof. Het is een stofeigenschap. En die stof-eigenschap uh, kun je dus een stof aan herkennen. Je kunt aan de dichtheid stoffen herkennen. Uh, voorbeelden bijvoorbeeld uh, goud, heeft een hele grote dichtheid, heeft een dichtheid van 19,3. 10 tot de macht 3 kilogram per kubieke meter. Suiker heeft een dichtheid van 1,59. En eikenhout heeft een dichtheid van 0,78 maal 10 tot de macht 3 kilogram per kubieke meter. En dit zijn allemaal stoffen. Die stoffen hebben allemaal een dichtheid. Die dichtheid is een stof-eigenschap. Je kunt er een stof aan herkennen. De massa van 1 kubieke meter stof in kilogram, dat is de dichtheid. Goed. We kennen eenheden van massa en volume en dat zal een herhaling zijn, maar het is goed om dat nog te noemen. De massa eh, wordt in gram of in kilogram of in milligram en volume wordt in kubieke meter, kubieke decimeter, kubieke centimeter, liter, noem maar op. En het wordt allemaal genoemd in BINAS. In BINAS tabel 2 staan voorvoegsels, eh, bijvoorbeeld ook microgram of eh, nou ja, megagram, dat zou ook nog kunnen. En eh, die, eh, nou, die eenheden die, eh, moet je kennen. Standaard eenheid van massa is kilogram en standaard eenheid van volume is kubieke meter. Uh, ze komen allemaal uit het metriekstelsel. En hier zie je nog een overzicht. Uh, dit is bekend van de basisschool, het omrekenen van meter naar decameter, hectometer, kilometer, elke stap delen door 10. En van vierkante meter elke stap naar rechts delen door 100, of sorry keer 100. En elke stap in volume. Uh, hier keer 1000. En hier zit je van liter, milliliter. Daar zit nog deciliter en centiliter tussen. Dus uh, nou, deze omrekeningen die, uh, ken je, hoop ik. De eenheden van dichtheid. Nou, die worden genoemd in BINAS. Standaard is dat kilogram per kubieke meter. Uh, daar kom ik straks nog op terug. En kilogram per kubieke decimeter en gram per kubieke centimeter wordt ook nog veel gedaan. Hier een overzichtje van een uh, kubus. En die kubus dat is een kubieke meter, uh, ofwel een meter breed, meter lang, meter hoog. En een uh, klein stukje daarvan, 10 centimeter in de lengte, in de breedte en in de hoogte. Dat noemen we een kubieke decimeter. En uh, de omrekenregel voor uh, de eenheden van dichtheid is dat 1000 kilogram per kubieke meter is hetzelfde als 1 kilogram per kubieke decimeter. Is hetzelfde als 1 gram per kubieke centimeter. Deze uh, rekenregel is heel belangrijk en kun je ook altijd uh, gebruiken. Bedenk dat een blokje 1 kubieke, 1 kubieke decimeter, dus 10 cm breed, 10 cm lang, 10 cm hoog, uh, is uh, zeg maar een uh, factor duizend keer zo klein als een kilogram per kubieke meter. En hier is die hetzelfde. De formule van dichtheid. Dichtheid is massa gedeeld door volume. Dit is een soort centraal thema. De rho, Griekse letter ρ is het symbool voor dichtheid in kilogram per kubieke meter. De m is de massa in kilogram en het volume in kubieke meter. En wat heel makkelijk te onthouden is, is dat water een dichtheid heeft van ongeveer 1 gram per kubieke centimeter. Dat is wel afhankelijk van temperatuur. Maar hier heb je 1 gram per kubieke centimeter is de dichtheid van water. En als je dat zou ombreken naar kilogram per kubieke meter, dan zit je op 1000. Een kubieke water weegt 1000 kilogram. Een voorbeeldsommetje: sommetje. Stel dat gevraagd wordt de dichtheid te berekenen van een stof. En een blokje van deze stof heeft een volume van 8,0 kubieke centimeter. En de massa daarvan is 132,0 gram. Nou, dan hebben we verschillende gegevens. We hebben gegevens van de massa, 132 gram, 132,0, vier significante cijfers. En volume, 8,0 kubieke centimeter. En nou, dat is uh, allebei gegeven. Als er gevraagd wordt om de dichtheid in gram per kubieke centimeter te uitrekenen, dan is dat makkelijk. Nou wordt hier niet speciaal een eenheid gevraagd, maar je kunt dan een eenheid kiezen. Nou, een gram per kubieke centimeter is een hele gebruikelijke eenheid voor dichtheid. Gram per kubieke centimeter. De oplossing, je noteert altijd de formule. Dichtheid is massa gedeeld door volume. Hier 132,0 delen door 8,0 is 16,5 gram per kubieke centimeter. Nou zit er nog wel even een heel belangrijk item in. En dat heb ik je in het vorige filmpje uitgelegd. En dat gaat over significantie. Want de getal van 16,5 is maar de vraag of je dat zo mag noteren. Want misschien zegt dit getal helemaal niks omdat jouw oorspronkelijke waarde helemaal niet zo nauwkeurig is. Nou, dat kun je hier terugvinden. We gaan hier significante cijfers stellen in onze oorspronkelijke gegevens. Het zijn er hier vier. En het zijn voor die 8,0 zijn dat twee significante cijfers. Dat betekent dat jouw antwoord ook afgerond wordt op twee significante cijfers. En dan mag je dus niet 16,5 laten staan, maar moet je dat afronden op 17 gram per kubieke centimeter. En dat is de regel om. Uh, de, uh, de juiste afronding te doen. Goed, ik wil je uitleggen, uh, voorbeeld som 2, want dan uh, kan ik dat nog even uh, laten zien hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk gaat. Uh, stel dat je de opdracht krijgt om 5 liter lucht daarvan de massa te berekenen. Nou, dan heb je een gegevens nodig. Eén gegeven is heel makkelijk, want het staat al in de som. Maar het eerste gegeven wat je eigenlijk nodig hebt is dichtheid. En dat is een lastig dingetje, want het staat in BINAS in de tabel. En uh, dan moet je even goed kijken wat daar precies te zien is. Je ziet bovenaan de tabel, zie je staan dat de temperatuur 273 Kelvin is en de standaard druk uh, 0, ofwel uh, gewoon standaard luchtdruk. En we hebben hier een kilogram per kubieke meter. Dat wil zeggen dat een kubieke meter lucht, wat een mengsel is, heeft een massa van 1,293 kilogram. Een, kuub lucht, een kubieke meter. 1,293 kilogram lucht. Uh, wat weten we nog meer? Het volume van 5,00 liter, dat is 0,00500 kubieke meter, delen door 1000. En de, wat wordt er gevraagd? De massa in kilogram. Uh, die kilogram die staat er niet per se bij, maar je kunt er wel voor kiezen, want het volume staat in kubieke meter en de dichtheid staat in kilogram per kubieke meter. De oplossing is het gebruik van de formule: dichtheid is massa gedeeld door volume. En als je die ombouwt, heb je massa is dichtheid keer volume. En dat ombouwen kan je met een simpel sommetje doen als je dat uh, vergeten bent hoe dat moet. Massa is 1,293 kilogram per kubieke meter. Keren volume van 0,00500 kubieke meter. En we komen dan op een antwoord van 0,006465 kilogram. Als we dat gaan omrekenen, dan moeten we wel afronden op. Of 4 of op 3 significante cijfers, want dat is onze oorspronkelijke gegevens. We nemen er dan 3, want dat is het minimum. En dat betekent dat we hem juist afronden op 6,47 x 10 tot de macht min 3 kilogram. Je kunt dat eventueel omrekenen naar gram, wordt niet gevraagd, maar het is 6,47 gram. 5,00 liter, 3 significante cijfers. Dit waren er 4, dus het minimumaantal komt in 3. Ik heb je nu geleerd hoe je dichtheid uitrekent, welke eenheden er zijn voor dichtheid, massa en volume. En uh, ook in combinatie met hoe je dat uh, afrondt. Succes!